En we zitten nu eigenlijk een beetje op grote afstand, om die reden dat we een aparte shot moeten hebben. Okay. Anders waren we gezellig naast je komen staan, ja, maar dat ja, is... Ja. Live van de Accenture Innovation Awards. Welkom. Dank je. Wie ben jij en wat doe je? Mijn naam is Kim Liebrechts en ik ben de country director van de Benelux voor Tesla Motors. En ook al weet iedereen wat Tesla is, wil ik toch voor jou nog een keertje graag weten. Tesla, ja, waar moet ik beginnen? Als ik het echt heel goed uit wil leggen, dan... Als je op een feest en een partij komt, hè, mensen vragen en ze weten niet wat Tesla is, wat zeg je dan? Wij zijn het eerste echte elektrische automerk. Ja. Ja, die een auto op de markt brengen nu, die kan concurreren met merken zoals BMW, Audi en dat soort merken. Ja. Ja. En wat is het innovatieve aan Tesla? Het is een elektrische auto. En het is een elektrische auto die een range heeft tot 500 kilometer. Dus het is een auto die je in kan zetten voor dagelijks gebruik. Want dat was het probleem, hè, de afgelopen jaren. Ik heb mensen gevolgd die er heel vroeg mee bezig waren. En die zag ik dan weer, moesten naar Arnhem. Maar die konden niet in één dag op en neer, want moesten onderweg weer laden. Dus ja. Is dat, zeg maar, zit daar de kern van jullie technologie? Is de accu eigenlijk het belangrijkste wat je doet? Ja, wij zijn in 2003 zijn we begonnen met het bedrijf Tesla. En vanaf het begin af aan heeft de nadruk altijd gelegd op de ontwikkeling van die batterijtechniek. En wij zijn ook het enige merk wat alleen maar elektrische auto's produceert. En wij zijn ondertussen met onze techniek zover dat we dus tot 500 kilometer op een batterij kunnen rijden. En als je dat gaat vergelijken met andere merken die elektrische auto's op de markt brengen, dan heb je vaak een actieradius van zo'n 150 kilometer. Dus onze batterij die maakt wel echt het verschil. Ja, een ander ding is, hè, dat jullie auto zeg maar heel erg connected is. Hè? Ja. Dus het is, zeg maar, alle onderdelen zijn ongeveer op... software is een belangrijk onderdeel, heel aangesloten erg belangrijk, op internet. Ja. Kun je daar eens iets over vertellen? Want als mensen in die Tesla gaan zitten, wat ervaren ze dan? Of wat kan er met al die informatie? Nou, wat onze auto uniek maakt, dat is het 17-inch touchscreen wat in de auto zit. En wij hebben ook geen knopjes meer in de console. Dus je hebt alleen dat touchscreen en van daaruit bedien je de auto. En alles in de auto is een instelling. Dus als jij bijvoorbeeld, zoals ik het fijn vind om een lichtstuur te hebben, dan is dat een instelling. Als jij sportief en hard wil rijden, dan met een druk op de knop, dan krijg je een auto die sportief stuurt. Maar bijvoorbeeld ook het kruipen wat je kent van een automaat. Een auto waarbij je schakelt, die kruipt niet. En een auto met een automaat kruipt wel. Bij onze auto is het een knopje wat je aan en uit kan zetten. En dus het is je voorkeur die je dan in kan stellen. Ja, ja, dus je auto verandert. Je kan eigenlijk per dag, bij een wijze van spreken, nog in een ander soort auto rijden. Ja, zeker, zeker. En wat voor mij heel erg prettig rijdt, dat vindt iemand anders helemaal niet prettig. En met één druk op de knop pas je dat dus aan naar je eigen voorkeur. Ja. Hey, dit hele evenement gaat over innovatie. Hè? Wat is er innovatief aan, vroeg ik al aan je. Maar als er één bedrijf is, denk ik dat innovatie, zeg maar, in de genen heeft zitten. Hè? Ook door de oprichter. Ja. Is het Tesla wel. Wat merk jij daarvan als Nederlandse vertegenwoordiger? Nou, dat druppelt door in alles wat we doen. En alles al eventjes kort over onze CEO Elon Musk. En hij is echt wel een hele erge visionair. En hij heeft hele duidelijke ideeën over hoe hij Tesla op de kaart wil zetten. En het is bij ons eigenlijk allemaal begonnen met het waarom. Dus Elon die had een idee, die wil echt de wereld verbeteren. En zijn waarom en ons waarom. En we hebben 7000 medewerkers wereldwijd. En als je ze stuk voor stuk vraagt wat onze why is, dan zullen ze allemaal hetzelfde antwoord geven. En dat is to accelerate the world's transition to sustainable transport. En dat zit in onze genen. En van daaruit doen wij eigenlijk alles wat we doen. En het mooie aan dit bedrijf is, ergens zijn we een start-up. Dus we hebben de flexibiliteit van een start-up. En als we het morgen 180 graden anders willen doen, dan kan dat. Terwijl we ondertussen wel een bedrijf zijn wat een naam opgebouwd heeft. En dus inderdaad 7000 medewerkers heeft wereldwijd. En het is gewoon fantastisch dat ik daar mijn steentje aan bij kan dragen.
En we luisteren ook echt naar onze klanten. Dat maakt ons ook innovatief. Dus als er een functionaliteit niet op de auto zit die ontbreekt, en mijn klanten hier in de Benelux geven dat aan mij aan en ik breng het aan in Amerika, dan passen we het aan op de auto. En onze auto is ook de enige auto die naarmate die ouder wordt, dat die beter wordt. Want alles op de auto kan aangepast worden met een software update. Ja, dat is inderdaad prachtig. Dus dit is zeg maar de kracht van software feitelijk. Absoluut. Ja. Hey, als ik aan jou vraag van hoe veranker je innovatie in een bedrijf? Hoe zorg je dat een bedrijf innovatief is en blijft? Wat zeg jij dan vanuit jouw ervaring bij Tesla? Ik denk dat je heel goed moet luisteren naar wat de markt wil en wat de vraag is. En we zijn begonnen met die elektrische auto wel echt met een heel solide plan. Een secret master plan, zoals wij dat noemen. Dat is overigens een blog van Elon uit 2008. En dat is een beetje te vergelijken met de opkomst van de mobiele telefoon. Dus we zijn begonnen met onze Roadster. Een vrij prijzige auto, echt een niche. Niet zo heel erg praktisch, wel heel snel en heel gaaf. Er zijn er maar 2500 van gebouwd. Daarin hebben we onze batterijtechniek geperfectioneerd. En die batterijtechniek die hebben we toegepast nu in de Model S. Wat natuurlijk een luxury sedan is. Dus ook geen auto die heel erg voordelig is. Maar je krijgt wel een uitstekende prijskwaliteit. Mm-hmm. En vanuit die Model S komt straks een model wat bereikbaar is en betaalbaar voor iedereen. Dus we zijn nu een gigafactory aan het bouwen in de woestijn van Nevada. Daar wordt straks een fabriek neergezet die goed zal zijn voor 2 keer de productie van de totale ion-lithium batterijen die er nu geproduceerd worden wereldwijd. En daardoor kunnen we die kosten drukken en kunnen we dadelijk een auto op de markt brengen die betaalbaar gaat worden echt voor heel erg veel mensen. Dus ik denk als je innovatief wil zijn, dat je wel heel duidelijk voor ogen moet hebben waar je wil eindigen. Ja. En als jullie missie is algemener dan zeg maar we willen personenvervoer. Ja, want je zegt eigenlijk van we willen sustainable transport faciliteren. Ja. Moet ik er dan van uitgaan dat zeg maar een personenauto slechts het begin is? Een personenauto is slechts het begin. En als we gaan kijken naar bijvoorbeeld nog een onderneming van Elon. Hij is ook bezig met SpaceX. Of dat is van hem, moet ik eigenlijk zeggen. En dat zijn duurzame raketten, als je het zo zou kunnen noemen. Dus raketten, normaal gesproken, hij stijgt op en het verdwijnt in de ruimte. En deze raketten die zijn in staat om te landen. Dus ik durf eigenlijk wel te zeggen dat personenauto's het begin zijn. Dus de sky is literally the limit. Ja. Hoe is dat om in zo'n, wat is ook zeg maar die grote doelen, dat is ook echt een heel Amerikaans ding. Hè? Want zijn wij minder in Nederland, zijn dat minder, is minder natuurlijk voor ons hè, om dat te zeggen. Hoe is dat om in zo'n omgeving te werken? Hoe ervaar jij dat? Ja, even wennen was dat in het begin. Maar het is fantastisch hoeveel dat mogelijk maakt. En de sky is echt de limit. En we zetten af en toe doelen en we stellen targets. En je denkt bij jezelf, wauw. En je denkt er even over na. En je roept je team bij elkaar en je bespreekt het. En jongens, we gaan ervoor. En voor minder nemen we eigenlijk geen genoegen mee. En elke keer halen we die doelen ook weer. Als ik het eventjes betrek op onze superchargers. Dat zijn laadoplossingen waarmee je de auto in ruim een half uur volledig vol kan laden. En als je een Tesla hebt, dan kun je daar levenslang kosteloos gebruik van maken. En die superchargers die staan momenteel al bijna door heel Europa. Een jaar geleden zijn we begonnen met het plaatsen van die superchargers. Nu staan er bijna 100. En kun jij al kosteloos, want dit is echt heel erg belangrijk, kosteloos bijvoorbeeld van Nederland naar Italië rijden. En heel erg snel, want binnen een half uur heb je je auto opgeladen. Dus een jaar geleden was het onvoorstelbaar en iedereen dacht van dat gaat Tesla nooit lukken. Ja, en met heel hard werken en een visie kun je dus toch altijd je beloftes nakomen. En dat is echt heel erg belangrijk, je beloftes nakomen. Ja, maar dat is wel moeilijk als je zulke grote beloftes doet. Moeilijk. Moeilijk is het woord niet. Nee. Het pittig. Het daarop houden. Ja. Hij is, als we nog even over innovatie, is die grote doelen stellen, is dat ook een belangrijk element van innovatie?
In ons geval wel, maar innovatie kan ook in hele kleine dingen zitten. Met name als ik hier ook op de Innovatie Awards om mezelf heen kijk. Sommige piepkleine veranderingen die kunnen echt hele grote gevolgen hebben. Dus nee, grote doelen is niet per se innovatie voor mij. Nee. Hey, wat is jouw persoonlijke doel voor het volgend jaar met Tesla? Of heb je alleen een bedrijfsdoel? Persoonlijke doel is ja, natuurlijk de Benelux de best lopende markt van heel Europa maken. Ja. Haalbaar? Ja, haalbaar. Ja. 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 Want jullie hangen ook volgens mij half Schiphol gaat gewoon, taxis gaat volgens mij ook al met Tesla rijden, zag ik volgens mij. Ja, dat is een prestigeproject. Als je het mij vraagt, is het fantastisch. De grootste vloot Tesla's die er momenteel wereldwijd rijdt. Het luchthavenvervoer van en naar Schiphol. En dat is voor ons natuurlijk een machtig mooi visitekaartje. En ook als we met de taxichauffeurs praten, zijn we over het algemeen heel erg positief. We krijgen hogere fooien. Mensen, als ze kunnen kiezen tussen een andere auto en de Tesla, dan stappen ze het liefste in de Tesla. En ze willen standaard met de auto op de foto. Dus ja, een mooie visitekaartje konden wij onszelf niet wensen. Hey, kunnen jullie ook niet batterijen voor mobiele telefoons gaan maken? Want er moet één probleem wat opgelost moet worden, is dat het wel, toch? Die mobiele telefoons die veel te snel leeglopen. Ja, we hebben het momenteel nog een heel klein beetje druk met onze eigen doelen. Dus misschien dat een volgende stap kan zijn, als we dadelijk de Gigafactory geopend hebben. Maar vooralsnog zijn we daar nog niet mee bezig. Dankjewel. Okay. Ja, klaar. Oké. Okay.